dat dat niet komt. Oh. Met politie. Oh, ja. We mogen mee. Ja. Dit is wel spectaculair uitzending op deze manier. Ja. Ja, jongens, er gaat een kwartier uit de Wasstraat. Ja. Want we mogen bij de politie op bezoek. Ja. Dat is altijd daar. Ik mag blazen, dat heb ik nog nooit gedaan. Oh, denken? Wat leuk, joh. Ja, ik denk het. Er zijn wel een hoop agenten voor één auto. Ja. Alleen mijn raam kan niet meer open. Ja. Dat is wel een beetje kut. Oh. Die doet het zo. Als je uitstapt, dan voelen ze het gelijk bedrijf. Mm-hmm. Hallo. Hallo. Goedendag. Hallo. We zijn bezig met een actie preventief fouilleren. Houdt in dat we u beide gaan fouilleren. Meerdere personen, zie ik. Ja. Ja. Dat gaan we één voor één doen. Dan gaan we de auto ook nog even nakijken op de aanwezigheid van wapens. We zijn een opname aan het maken, dus we laten de camera laten we draaien. Ik vind hem helemaal mooi, joh. Mooi. Als je voor mij dan de motor zou uit willen zetten? Doe ik. Scheelt ook bezien. Het geluid koppelen we even los. Ja. Wilt u ons allemaal uitstappen? Ik heb een handig moment. Kun je je kabeltje even losmaken? Oh, dat is een heel goeie voor jou, zeg. Jezus. Ja, voordat je... Ja, voordat je dingen lostrekken. Ja, precies, ja. Even kijken. Ik denk dat zij ook het vuur hier, dus dat zit goed. Zo, dan ga ik er ook uit. Even alles losmaken. Goeiedag. Zoek er maar nog wel of zou willen blijven zitten? Oh, ja, dat is goed. Ja, ik ben heel vervelend. Heeft u scherpe voorwerpen bij? Ja, ik heb een zakmes en wat hier. En voor de rest wat sleutels. Okay. En het zakmes, dat zit waar? Dat is dit zakmes. En voor de rest, ja, sleutels. Ja, weet je, voor de rest geen... Je zit hier in een veiligheidsrisicogebied. Dat is een bepaald gebied in Amsterdam-Oost. Ja. Daar mogen dus helemaal geen messen komen. Mijn collega loopt heel even naar ons opperhoofd toe en Gaat beslissen wat ermee gaat gebeuren. Oké. Okay. Ja? Als je daar nog mensen willen spreiden? Wat? Daar hebben we gewoon, hè? Zo. Ja, dankjewel. Wat voor opnames zijn we hier? Wij doen zeg maar in de auto een opname over content. Dus over ons vakgebied. Oké. Pak je nog een stukje politiewerk naar jou? Ja, nou hartstikke tof. Ja, ik vind hem helemaal mooi, dankjewel. Oké, super, dankjewel. Wel uit de auto zou willen blijven. Oh ja, natuurlijk. De auto ook nog heel even nalopen. Oh, dat is goed. Even voor de auto gaan willen staan, alsjeblieft. Ja hoor. Ja, u mag. Ik ga naar de kapper. Ja. Yeah. Nee. Mag die weer mee? Nee. Niet? Nee. Oh, dat is wel heel erg naar. Ja. U krijgt er een procesverbaal voor. Omdat het een mesverbod is. Oké, dat is apart. Ja, en is dat ergens, kan ik dat ergens nakijken dat hier een... De noodverordening heeft de burgemeester afgegeven. Maar is dat ergens op borden te zien, zodat we kunnen zien dat we hier niet met messen erin kunnen? Ja. Dat... Ja. Er staan een borden aan de ingang van het gebied. Nou, dat is dus een drop, hè? Dat is dus niet zo. Nee, dat is natuurlijk wel moeilijk om dan dat voor te bereiden. Ja. Dat is ook lastig te zien, maar ja. Ja, weet, ja, ik ben nogal gehecht aan het ding. Het is, ik heb het gekregen van iemand. Ja. Dus ja, het zou wel heel jammer zijn dat ik die niet meekrijg. Of op een of andere manier kan oppakken ergens. Ja, nee, ik snap het. Op zo'n moment moet er geen afstand gaan. En dan kunt u het bezwaar gaan. Op zo'n manier kunt u het best goed krijgen. Ja. Dat is dan een beetje de manier. Ja, dat is nou, goed, heel erg apart in elk geval. Jammer dat... Dat ik me daar niet op voor kan bereiden, nee. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja, nou, ik snap het volledig. Nee. Nou, afijn, misschien dat u uw werk af wil maken. Ja, ik kan het in ieder geval precies verhaal. Heel graag, ja. En het mes wordt in beslag genomen. En that's it? Ja. Oké, apart. Ik doe deze in mijn broekzak. Ik niet. Deze zijde, alleen naar de zijkantje nog even van de...
heeft de auto is klaar. Nee, ik krijg een. Wat is een ding? Proces verbaal. Nee, ik. Nee, proces verbaal is alleen. Ja, en er is. En je kan dus blijkbaar nergens zien. Zeg maar dat er een regio is waar je geen messen mag hebben. Dus een soort van. Nee, je mag hier niet rondlopen met een mes. Ja. Ja, het is echt heel erg interessant. Ze proberen hier in Oost-Boter met pindakaas te smeren, dat valt niet mee. Het ligt een maatschappijbewijs bij. Ja, natuurlijk. U krijgt een bewijs van ontvangst dat we het mes in beslag genomen hebben. Mm-hmm. Ja. Krijgt u op uw huisadres opgestuurd? Prima. En voor de zekerheid, ik kan hem daarmee niet terugvorderen op een of andere manier. Wordt die, wat wordt er precies mee gedaan? In de bewaring genomen. Dus ze mogen niet op straat. Precies. Ja, dus maar in. Zwager. Ja, en dan wordt hij bewaard in een politiestation in deze buurt? Ik zal zo even vragen waar hij precies bewaard is. Oké, okay. Ja, want anders zou het betekenen dat ik hem niet kan ophalen. Nee, dat is waar. Even Silas, het zijn Mercedes, hè? Mercedes en Golfjes worden aangehaald. Oké. In Amsterdam. Maar ik moet gekeerd worden. Ah, ja. Dus. Ik zeg maar zeggen dat je gewoon gewapend was. Ja, ik ben gewoon blij dat ik mijn Glock thuis heb gelaten. Vertrouwen ga ik met jou in een auto zitten. Blijf gewoon dat je wapens bij je hebt. Ja, ja. Gevaarlijk. Ja. Steekwapens. Steekwapens, ja. No less. Ja, ik denk dat ik er nog geen eekhoorn mee kwaad kan doen. Nee, eekhoorns zijn hartstikke snel, dus dat wordt inderdaad trick. Erg dit, sorry Pete. Ja, blijkbaar. Nou, ik kan er weinig aan doen eigenlijk, hè. Ja, het is een noodverordering. Ik bedoel, we hadden hier onverwacht een aanslag sorry, kunnen doen. In Nederland leven. Ja. Waar je preventief gefilieerd kan worden. Ik kan me nog goed herinneren dat ik een jaar of... Kut, dat is lang geleden. Dat ga ik niet eens hardop zeggen. Een tijd geleden demonstreren en daar de dingen riep als Nederland politie staat. Ik had niet gedacht dat het ook echt waar zou worden. Ja. Dat was ook nog een beetje. Ja. Gewoon dat is wel. Dat is echt wel. Ja. Dat klopt ook wel. Ja.
Ja. Maakt het natuurlijk ook heel andere dingen. Ja. Oh ja. Laten we straks even over content hebben. Jullie maken geen politieke uitzending. Het gaat allemaal over business natuurlijk. Nou, ja, in zekere mate gaan we het ook hebben natuurlijk over dingen die online gebeuren. Hallo. Hoi. Ik ben niet tot antwoorden verplicht, maar wilt u nog verklaringen afgeven? Wat kan ik zeggen? Nee, ja. Nee. Ja, ik had de zak mis bij. Nee, jij. Wat verwacht je? Ik had geen idee dat het niet mocht. Nee, precies. Dat is het. Ik had geen idee dat het niet mocht. Dat is het. Dat je een heel klein zakje is. De straatnamen hier op de bordjes hier ook nog wat. Dat is verkeerd gespeld. Ja, dankjewel. Met de mes gaat gebeuren. Hij gaat eerst bij ons staan het bureau. Ja. En dan gaat hij naar het regionaal beslag. En daar blijft hij liggen. Tot de officiële beslissing. Kijk, en daar ontvang ik bericht over? Als je bezwaar gaat, hè? Pas als ik bezwaar teken. Krijgt hij alleen bericht als je bezwaar tekent? Thuis krijgt hij in ieder geval nog een bewijs van zijn ontvangst. Dat het mes in beslag is genomen. Ja. Dat mes dat blijft bij ons op bewaard. Ja. Dat de officier een beslissing over heeft. Nou, ik heb het bezwaar. Zo, het mes heeft dat mes. Nou, als je daar het bezwaar aantekent, dat je er dus totaal niet van geen kwaad bewust was, dat je echt met het mes. Precies. Nou, dan gaat de officier er op een gegeven moment een beslissing over nemen of dat het mes wordt vernietigd of dat hij hem retour krijgt. Akkoord. Dus ik krijg sowieso te horen van de officier. Ja, kijk, u gaat natuurlijk dan in bezwaar, dus dan krijg ik sowieso een schrijf. Ja, precies. Ja. Ja. Nou, hartstikke goed. Goed om te horen, dankjewel. Dank u wel. Net als ik aan de grens uit Frankrijk ook te gaan. Dat was hem? Ja. Je zegt net, ik ben nooit aangehouden door de politie en in de tussentijd heb je al twee aanhoudingen verteld. Maar in Nederland om mij. We kunnen weer verder, schijnt. Tot ziens. Hey, die buitencamera, dat is deze keer wel extra de moeite waard. Ja, inderdaad. Ja. Inderdaad. Volgens mij staat daarop hoe ik gefouilleerd word, inderdaad. Oh, jongens, even aansluiten. En Faas die heeft nog heerlijk gefilmd met de iPhone. Zet jij hem even kijken welke is van jou? Die? Jij hebt die van jou nog? Ik heb het hier. Ik heb nog een stukje gefilmd inderdaad met de iPhone. Oh ja. Hoe jij zat te praten met de agenten. En nu nog. Jeroen, je bent nog niet aangesloten geloof ik. En de riemen vast, jongens, niet vergeten. Ik zat in jouw balkon, want ik zat inderdaad niet in de gordel. Oh, oh. Oh shit, zag dat op camera? Ik hoop dat het nog past allemaal. Oké, okay, ja, jullie slaan allebei uit, dus dat is goed. Ja, even kijken. Okay. Ik heb mezelf groente, fruit, sinaasappels op. Ik ga starten. Ja? Hoor, dat is prima. Ja. Ik doe net of ik een gordel om doe, ja? Ja. Nou, dat is redelijk matig acteerwerk wat ik hier laat zien. Dit was onverwacht. Ja. Zullen we gelijk uit het gevaargebied gaan? Want het blijkt dat je hier elk moment neergestoken kan worden door mensen met Zwitserse zaknissen. Door content specialisten. Nee, het is hier super veilig, want iedereen weet hier dat je geen zakmesjes bij je mag houden. Oh ja, inderdaad. Oké. Okay. Okay, nou. Ook leuk.